Gelderland staat vol prachtige kerken en andere religieuze gebouwen. Vaak staan de deuren open voor het publiek en sommige zijn zelfs in gebruik als museum. Bezoekers kunnen in de grote kerk van Harderwijk rondlopen met een audiotour, zodat ze meer horen over de prachtige wand- en plafondschilderingen. Zingeving en levensbeschouwing waren ook belangrijke thema's in de prehistorie. Museum De Scheper in Eibergen laat objecten zien die getuigen van de begrafenisrituelen die Gelderse boeren duizenden jaren geleden al hadden. Flipje en Streekmuseum Tiel laat religieuze objecten zien uit de Romeinse tijd. In Gelderland leven protestanten en katholieken al eeuwenlang naast elkaar. De Sint-Stevenskerk in Nijmegen vertelt de verhalen van beide stromingen in het christendom. Museumpark Orientalis in Heilig Land Stichting neemt ons mee op reis langs de drie monotheïstische wereldreligies. Ook in Elburg komen we meer te weten over het Joodse leven tijdens een bezoek aan het museum in de Oude Sjoe. Gelderse musea vertellen nog veel meer verhalen over het thema zingeving en levensbeschouwing. Ga zelf op ontdekkingstocht met het verhaal van Gelderland.